Hallo kijkers, allemaal van harte welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Heel veel mensen denken dat Sinterklaas een typisch Nederlands feest is, maar dat is niet helemaal waar. Het wordt in heel veel Europese landen gevierd. Er wordt zelfs een gelijksoortig feest gevierd buiten Europa in Iran. Ik heb er onlangs een video over gemaakt, dus als je die video wil zien, check dan even het linkje wat bovenin verschijnt, zodat je de video kunt bekijken. Ik plaats de link ook even in de videobeschrijving hieronder. In deze video heb ik 5 Europese landen naast Nederland en België voor jullie op een rijtje gezet waar het Sinterklaasfeest wordt gevierd. Heel veel plezier met kijken. In Oostenrijk heet de goed de heiligman Nicolaus. Het wordt op 5 of 6 december gevierd. Hij wordt vergezeld door een engel en een Krampus. Soms wordt hij vergezeld door meer dan één Krampus of door een gitzwarte duivel die Perchten heet. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Deze figuren lijken nog het meest op duivels en demonen, die vaak kettingen, een stok of een roe bij zich hebben om de stoute kinderen mee te straffen. Nicolaus zorgt er altijd gelukkig wel voor dat Krampus de kinderen geen kwaad kan doen. Hoewel. Op 5 december mogen alle kinderen net als hier hun schoen zetten, waar de volgende dag allemaal lekkers in zit. In het grootste gedeelte van Frankrijk viert men geen Sinterklaas, maar is 6 december gewoon de naamdag van Saint Nicolas. In het noorden en noordoosten van Frankrijk wordt het wel gevierd. Op die dag trekken grote stoeten door dorpen en steden en krijgen de kinderen net als in Nederland snoep, peperkoek en cadeautjes. In Frankrijk rijdt Saint Nicolas op een ezel in plaats van op een paard. Zijn metgezel heet Père Fouettard, ik hoop dat ik het goed uitspreek, oftewel Vader Geestelaar. En is een zwart gesminkte wildeman die het kettingen rammelt. Saint Nicolas deelt snoep uit aan de brave kinderen en de stoute kinderen worden gestraft door Père Fouettard. In Tsjechië heet de goede Sint Svatý Mikuláš. De Tsjechische Sint komt niet uit Spanje, maar uit de hemel. Ieder jaar op 5 december daalt Svatý Mikuláš af naar de aarde langs een gouden touw en laat zich vergezellen door een engel, Andel, omdat hij daar wordt opgewacht door de duivel, Sert, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die meestal een ketting bij zich heeft om de stoute kinderen bang te maken. Op 5 december vraagt hij aan de kinderen of ze het hele jaar lief zijn geweest. Hun antwoord wordt door de engel opgeschreven in het grote boek en moet het kind een prevelementje opzeggen voor Svatý Mikuláš om de duivel te bezweren. Vervolgens krijgt het kind een cadeautje uit de zak van de duivel. Thuis krijgen de kinderen een cadeautje zoals snoep of een chocoladefiguur die wordt verstopt in de kamers van de kinderen, meestal in hun sokken en moet door de kinderen zelf gezocht worden. Vinden ze lekkernijen, dan zijn ze lief geweest. Vinden ze een steen, een kooltje of een aardappel in hun sok, dan zijn ze stout geweest. De meeste kinderen krijgen beide items om te leren dat niemand volmaakt is. Het Sinterklaasfeest vindt in Slovenië plaats op 5 en 6 december. Rond 3 december schrijven de kinderen een brief aan de kindervriend. Daarin moeten ze hem overtuigen dat ze het opgeschreven verlanglijstje verdienen. De brief leggen ze in de vensterbank en de volgende morgen zeggen de ouders dat deze is weggehaald door Sint Mikuláš. Ook komt Sint Mikuláš met boek en helpers, een engel en een duivel, net als in Tsjechië, naar de kerk of school om de kinderen te onderhouden over hun gedrag van het afgelopen jaar. De duivel Parkel, ik weet niet of ik het goed uitspreek mensen, sorry, heeft kettingen, hoorns en een lange rode tong. De kinderen zijn meestal bang voor hem omdat er wordt verteld dat hij de stoute kinderen meeneemt om ze in te smeren met roet. Gelukkig dient de engel als tegenwicht en pleitbezorger. Op de ochtend van 6 december vinden de kinderen hun cadeautjes op de slaapkamer, die daar door de goedheiligman zijn neergelegd. Oké, de laatste alweer. Ook in Zwitserland kennen ze de goedheiligman. Daar wordt het feest gevierd op 5 en 6 december en heet de man Samichlaus.
Net als in Frankrijk rijdt hij op een ezel in plaats van op een paard. Zijn metgezel heet hier hoofdzakelijk Smutsli in het Duitse gedeelte. In diverse regio's heeft hij andere begeleiders. Zo heet hij bijvoorbeeld in het Franstalige gedeelte Père de Foutard, net als in Frankrijk. Soms zie je hier ook een engel naast de kindervriend. Ja, beste kijkers, wat hebben we toch een prachtige tradities. Ik weet verder niet hoe het zit in de rest van Europa waar Sinterklaas wordt gevierd, of er ook zoveel gezeik om is. Maar volgens mij snappen ze daar beter dan wij dat het niets met racisme te maken heeft. Het is gewoon folklore. Maar goed, ik zal dat eens gaan onderzoeken als ik tijd heb. Oké, mensen, allemaal weer ontzettend bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben van deze video als ik van het maken ervan. En ik zal binnenkort wel weer eens een nieuw toplijstje eruit slingeren. Ik vind het leuk. Nou mensen, ik zie jullie donderdag. Wat?